Die is toch leuk? Ook vier studenten kijken die avond naar het voetbal in hun studentenhuis in Hartje Amsterdam. Door het mooie weer staat een van de deuren open. Een blonde jongen werpt een blik naar binnen en loopt weer verder. Maar hij komt terug en richt een vuurwapen op de vrouwen. Een handlanger met een masker op grist een portemonnee en een mobieltje weg. De studenten zien kans om weg te rennen, waarna de daders er vandoor gaan. Eén bewoonster kijkt waar de mannen naartoe lopen, maar dan verdwijnen ze al snel uit het zicht. Maar niet uit het zicht van bewakingscamera's. Rond 9:15, net na de overval, lopen de jongens snel over de Kloveniersburgwal en proppen nog wat in hun rugtas. Daarna lopen ze over de brug richting de Raamgracht.